welkom allemaal bij een nieuwe video van Sinan Bouwen. Zoals jullie zien vandaag, ik ben onderweg naar het Basic. Ik ga met vrienden iets doen, met veel vrienden. Ik ga zien, vandaag ga ik mijn bovenarm trainen. Ja, nee, ik bedoel onderarm. En ik ga nog schouders doen. Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag. Ik ga het straks laten zien. Ik ga jullie straks doen bij gym. Mijn eerste oefening gaan jullie vandaag, zoals ik al heb gezegd, voorarmen en schouders laten doen, samen met hem. Nog één iemand, samen met hem daar. We gaan schouders doen. Belangrijk, 3 sets. 12 herhalingen. Ik ga dat nu één keer laten zien. Nou, wie gaat even of niet? Ja, iemand natuurlijk. Pak over, ja. Maakt niet uit. Belangrijk, gewoon just naar voren. En focus op je schouders. Ik heb zo gezegd, 3 sets, 12 herhalingen. Dat is mijn handje. Eerst gewoon opwarmen. Dan pak ik. Eerst gewoon opwarmen, liefjes. En dan je hoog. Schouders, schouderpress, wacht, 9, 14, 18, 23. 23 aan doen, hij is momenteel bezig. Rust naar boven, naar beneden. En bij deze oefeningen, het belangrijkste is gewoon blaas, ademhalen. Daarop moet je goed letten. Hij heeft echt een goed lichaam, genetisch, perfect lichaam. Dat is het bijzondere aan doen. Zien, steeds bezig. Ik ga je straks deze oefening laten zien. En dan ga ik nog losse gewichten en ik ga nog voorarm laten zien. Onderkant en bovenkant. Ik ga je straks zien. Eentje is kapot. Deze draait en deze draait wel. Dat is gemaakt met lijm. Oké, zoals jullie zien, ik ben bezig bij de tweede oefening van schouder. Het is hetzelfde als schouderpress, maar gewoon met zo'n lange ding. Hier, zoals jullie zien, met hem. Is dit vet? Ga dat nu filmen. Bij deze ook. Doe 3 x 12 herhalingen. Gewoon rustig. Eerst opwarmen en daarna pas kunt je. Eerst opwarmen en daarna pas kunt je verder gaan. Ik laat dat nu over naar hem. Hij gaat verder filmen. Belangrijk, borst naar voren. Je moet die borst naar voren hebben zodat wij hier echt hier gaan voren. Met deze oefening 2,5 erbij doen en tegelijkertijd wanneer ik klaar ben met deze doe ik direct een superset met deze, zo voor schouders. Daarom nooit opgeven, altijd het maximale van de eigen pakken, ons te redden. Straks ga ik nog andere oefeningen laten zien voor deze. Bij de derde oefening, dus we gaan nu lateral raise doen. Ik heb dat ook al laten zien vaak. Ook 3 sets, 12 herhalingen nog steeds met deze boy. Ola is een van mijn beste matties. We gaan nu deze doen. Hij gaat filmen en daarna ga ik hem filmen. Ga doen. Ja, kom. Belangrijk, hou je naar voren. Ah, wacht, ik ga nu. Ik ben 32 kilo, laat zien dat is. 32. Lateral raise. En dan moet je je borst naar voren. Rug tegen die leuning. Want je moet hier die spanning voelen. Snap je? Je moet hier die spanning voelen. Dan gaat je erbij. Ook bij deze 3 sets 12.
pak gewoon een laag hier nog maken. We zijn bezig, hij is bezig. Skip, zeg het, zeg 27. 27, hij is bezig. Maakt niet uit hoeveel dat hij pakt. Hij pakt 18, dat boeit niet. Was die camera gestopt. Nee, ik kon niet verder gaan. Ja, dat was, ik praat tegen een camera die aanstaat. Okay. Bij deze hou je rug tegen de leuning. Ik had 23. 23, oké. Spanning op je chest. En doen. Blazen. Heb je die inademen? En wanneer je boven bent, moet je blazen. Kijk, zie zoals hij dat doet. Dus bij deze wil ik like geven, een dikke like op deze video. Deze moeite doe ik gewoon voor jullie, samen met hun. Daarom, doe iets. Laat iets zien. Laat liefde zien. Show liefde. En ik ga ook mijn zijkant laten zien, kijk. Mijn zijkant, kijk, mijn schouders. Naar boven en dan naar beneden. Zoom ga je doen. Dat maakt niet uit, snap je? Hij is klaar. Nog steeds, ik ga hem straks link in de beschrijving droppen, ga hem sowieso checken. Ik ga jullie straks verder zien met de volgende oefening. Peace man. Ik ben nog steeds bezig. Ik heb deze net deze oefening laten zien, kijk voor me. Deze oefening laten zien, hoe ga je dat moet doen. Straks ga ik nog allemaal oefeningen laten zien voor schouder. Straks ga ik ook mijn arm zien, deze voorarm, hier deze en deze. We gaan dat doen met zo'n bar. Dat moet ook sterk zijn, zodat als je voorarm sterk is, dan kun je zo meer goed benchpress doen. Laat dat meer helpen. Samen nog steeds met hem. Dus hou ons in de gaten. Straks ga ik nog een andere oefening laten zien. Ik ben nog met deze twee andere mensen. Hier kijk, met hem. Met hem hier. Er staat hier eentje. Wij zijn met vier mensen. Dus blijf keep on. We gaan straks nog andere oefening laten zien. Welkom bij de vierde oefening. Deze is hetzelfde als shoulder press, maar gewoon met losse dingen. Ik heb hier 15, hier heb ik ook 15, dat is 30. En deze samen, dat weegt ook iets, maar ik weet niet hoeveel. Dit is 5 kilo eentje. Eentje, oké. Okay. Dan is dat 35 heb ik. Ja, dan heb ik 35 kilo. Mijn vriend gaat dat nu laten zien. Let's go. Maar één oefening van deze. Dat is voor dit, kijk, dat is voor deze spieren. Dat is voor deze spieren. Als je dat wilt laten zien, met deze. Dus gewoon, je gaat gewoon met je armen zo doen. Dan trek je vanaf hier trek je deze. Maar deze ga je dat ook laten zien. Wacht wel. Ik ga echt pakken. Als je bovenarmen sterk zijn, dan, dan gaat dat makkelijker zijn om benchpress te doen. Dus daarom ik raad dat aan. Voor degene die moeilijkheden hebben met benchpress, doe eerst deze en versterk je voorarmen en dan heb je ook goed benchpress. We zijn bezig met personal coaching. Hij is zwak in backspieren daarom. Hij wil bloks aan hem hierbij helpen. Hij pakt momenteel, pakt hij weg. Ik ga nu inzoomen. 18. En deze is crunches. Die hij doet. Hij is goed bezig. Ben je klaar? Je moet niet te veel doen. Hoeveel keer heb je gedaan? De meeste die je hier kunt doen is 4 x 25 herhalingen. 4 sets van 25 herhalingen. Dat is de beste. Maar dan gaat je echt hoofd pakken. Dan moet het echt branden. Dan moet echt branden. En mangeren, belangrijk. Niet te veel koekjes. Dat is niet goed. Zo zien, we zijn nog steeds bezig. Deze is mijn standaard gymline. Deze gaan we straks zien bij de einde. Bij deze gaan we straks zien. Dus we zien met hem. Steeds met hem hier. Iedereen bezig. En met hem. Iedereen is bezig. Ik ben klaar.
Die zijn nog bezig met hun dingen, biceps. Iedereen is hier Castro. Nog eentje. Hij is net begonnen. Hij gaat evalueren. Ik geloof erin. Hij is al 2 maanden bezig. 3. 3 maanden. Hij gaat ook evalueren, dankzij mij. Hij is al geëvalueerd. Hoe lang ben jij weer? Ik heb daarvoor ook al gedaan. Ik probeer dat. Ja. In totaal heb ik al 4 maanden. En ik ben al 8 maanden bezig. De patroon hier. You know. We helpen mensen, dus met 4. Straks, after, ga ik jullie zien. Als je naar het trein gaat, ik heb dat nodig. Ik heb echt hier steeds gehoord. Maar jullie in de video, jullie doen... Van wie? Allee, hij gaat allemaal krijgen met die 20 kilo. Want dan hebben we grapjes met elkaar. Broer, dat moet toch ook een beetje leuk worden, of niet soms? Het is niet alleen pushen. Ik ben dat brand. Dat moet toch, dat moet branden. Ik ga jullie straks zien bij after gym. I'm going to see you. Om mijn video af te sluiten. Peace. Volg hun allemaal zeker. Ik ga dat in de link droppen. Deze wordt een hitte video. Like dat. Deze moet je gewoon, die like button moet je kapot maken. Je moet alles doen. Ik ga jullie straks. Van de video. Bij deze heb ik laten zien schouders en onderarm. Samen met hun, met hem. Met hem. Sowieso ga je hem volgen. Link in de beschrijving. Ga ik droppen. Als jullie deze video leuk vonden, laat zeker een like achter. Ga een reactie plaatsen in de comment. De volgende keer ga ik iets anders doen. Laat weten. En ik ga jullie bij de volgende zien. Peace out.